In 1926 werd aan de burgemeester Lemmestraat in Lindenheuvel het gezellenhuis geopend. Bedoeld voor alleenstaande arbeiders, ondergronds en bovengronds. Chef Maas publiceerde uitgebreid over de historie. Polonia Daalmans en Kees Huisman halen herinneringen op. Zij werkte in de keuken en hij was de zoon van Iepke Huisman, 22 jaar huismeester. Chef Maas van Heemkundevereniging Geleen en historicus. Chef, ja, we staan hier op de plek van het gezellenhuis in Lindenheuvel. Hoe kunnen we ons voorstellen zoals het toen was? Nou, beknopt. Het gezellenhuis dat is gebouwd in 1926. Het eerste gedeelte is dus in 1926 klaargekomen en het tweede gedeelte in 1920 een grote bijbouw hier in de Kastanjelaan plus nog uitbreidingen vlak na de oorlog. Een groot gebouw, hè, want er waren nogal wat bewoners. Ja. Er waren enkele honderden bewoners. Na de oorlog, toen die barakken erbij waren gebouwd, praat je al gauw over zo'n 400 plaatsen om gezellen te huisvesten. En waarom kwamen die gezellen er? Het waren alleenstaande mannen die destijds in de jaren 20 met honderden op de mijnstreek afkwamen. Niet alleen de Moritz was in aanleg, maar ook de mijn Oranjenassen 4, de Heksenberg Heerlen en de mijn Julia in Eigelshoven. Het was natuurlijk een heel gemêleerd gezelschap. Ja, dat kun je zonder meer zeggen. Vooral veel buitenlanders. Duitsers vooral, ik zei het al. Maar ook natuurlijk Polen, Tsjechen. En mensen van buiten de provincie Limburg uit ons land, die zich hier kwamen vestigen. U heeft nogal wat publicaties gewijd, hè, aan de mijn, ook aan het gezellenhuis. Ja. Hè, dit is er een van, een boek dat u heeft uitgebracht. Ja. Hier staat ook wellicht ook in, het hebben we de oorsprong van het gezellenhuis. Ja, dan moeten we terug naar Poels. Poels oriënteerde zich omstreeks 1914-15 in Duitsland bij zijn vriend de priester Kolping. Op die gezellenhuizen. En Kolping heeft die huizen gesticht in Duitsland in het Ruhrgebied. En daar ging Poels dus met mensen van de mijnwerkersvakbond kijken. En toen heeft hij die gezellenhuizen geïntroduceerd in de Limburgse mijnstreek. Om te beginnen in Heerlen, plus minus 1915, werd aan het station het bekende tehuis Ons Thuis gebouwd. Een prachtig ontwerp van Jan Stuit. Mevrouw Polonia Daalmans. We hebben chef Maas horen kallen over het ontstaan van het gezellenhuis op Lintjeheuvel. Je hebt er gewerkt. Wie lang heb je er gewerkt? In het begin was ik op de verdieping. Maar later bouw ik in de keuken. En daar ben ik 25 jaar geweest. Je moest de schanse gerechten voorbereiden en koken, denk ik dan? Ja, zeker. En voor kelders. Hoeveel moest je poetsen? Die moest je alle weken gepoetst worden. En ja, met zusters is je wel nogal precies. Hè? Als je in dit boek kijkt, hè, kom je natuurlijk heel veel tegen over de bewoners, hè, van de barakken, van het gezellenhuis. De totaliteit goed voor meer dan 400 plaatsen. Dat had natuurlijk ook een impact, hè, op Lindenheuvel zelf. Ja, dat denk ik zeker. Kijk, je moet het zo zien. In de glorietijd, vlak na de oorlog, toen werden de mijnen onder beheerder staat gesteld. Toen werd directeur Groter van de staatsmijnen de zogenaamde beheerder over alle Limburgse steenkolenmijnen. En toen de barakken er waren gebouwd, die 9, 3 op het gezellenhuis, het trein zelf, en 6 aan de Javastraat, toen was de bezetting omstreeks 400 personen. Nou, die gingen op dagdienst of nachtdienst en op middagdienst, had je dus hele stromen van mensen, vooral door de burgemeester Lemmenstraat, die in 1924 nog de Lutherader Koestraat heette, en die dus van en naar het werk gingen, naar de mijn en naar de kookfabriek en later naar het stikstofbindingsbedrijf. Ja. Het feit dat zoveel nationaliteiten hier gehuisvest waren, had dat ook nog invloed? Ja, natuurlijk. In het begin had je natuurlijk ook taalproblemen, maar het moet worden gezegd, ze hebben zich in het algemeen goed aangepast. Er zijn ook altijd, vooral in de fase na de oorlog, taalcursussen gegeven om die mensen te laten integreren. In het gezellenhuis, hè, worden nogal het bewoners, hè, vrijgezellen heren, mannen, voor een deel ook gastarbeiders. Houd je daar als personeel ook contact met? Nee, via niet. In het begin, toen was ik op de verdieping, moest voor die kamers poetsen.
Maar de mensen die wou altijd werken, want die wou de zusters, die wou de erge dingen zo bij. Verwoorden we alleen met een manske. Chef Maas, wat kunnen we zeggen over de organisatie binnen het gezellenhuis? Nou, dan moeten we natuurlijk beginnen met de baas van het tehuis, om het zo te zeggen. Dat was de huismeester. Een van de allerbekendste huismeesters is geweest was geweest Ypke Huisman. Hij was afkomstig uit Friesland, heeft eerst gewerkt in het interneringskamp in Trebek, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog geïnterneerden werden gehuisvest. En kwam toen vervolgens, ook door Poels aangezocht, min of meer, in het gezellenhuis in Geleen. Kees Huisman, hier zit de jongste zoon van Ypke Huisman en het wordt de hoesmeester, ja. Lange tijd van het gezellenhuis, ja, ja. Hier op Lindenheuvel, 22 jaar. Maar je hebt hier ook achter gewoond, hier in de Kastanjelaan. Ja, ja. Dat hebben we inderdaad. En dat wou toen een melkzaak met twee dames verstappen. En we woonden in dat huis op de bovenwoning. En hadden we ook al binding met het gezellenhuis. Maar dat wordt toch minder als dat van onderhand in het gezellenhuis zelf woonde. Dus Geer heb als kind of als tiener, ja, lange tijd in het gezellenhuis verbleven? Als tiener, ik woon in 1945, toen zijn we in het gezellenhuis komen wonen zelf. En toen had ik binding met het gezellenhuis op, ja, allerhande manieren. Kunt je daar even vertellen? Ja, dat waren veel gezellen die ze koos. Dat waren een biljartzaal, dat waren een studiezaal. In de biljartzaal koos ze biljart te leren, in de studiezaal koos ze... Ja. Dan werd er waarschijnlijk Nederlands geleerd, hè? Ja, ja, dan wordt Nederlands geleerd. En dan kost ze ook van mensen die het meer studeerden, ook vragen wie zit dat en wie wordt dat. Daar had ze ook een beetje steun aan als ze in de studiezaal ging leren. En dan daarna boete dat, die binding met die gezellen. Had ze ook nog binding met de tuin. Er was een grote tuin achter het gezellenhuis met appelbomen. En dan hadden we een verkenstal, had ze daar. En ja, dan liep ze in de tuin liep ze wel eens rond. En dan verder, dan was hier een kapel in het gezellenhuis. Maar in die kapel, daar wordt ook regelmatig missen opgedragen. En dat functioneerde ik als missenaar. Je hebt natuurlijk ook gewerkt met de hoesmeester, Ypke Huisman. Wat zijn daar herinneringen aan? Goeie. Hij was ontzettend streng. Want de woorden schreef dat het niet klopte. Of de woorden in stoom. En dan kwam de kelder aan. Dan moest ze weer van de kelder naar de mens gewoon zeggen dat het beter in de stoom houden. En dan kookte de erpelen niet. Dus dan kent je ook heel goed Kees Huisman. Oh ja, dat was de jongste van Wendevoet. Uw vader was hoesmeester. Wat houdt hij nu van taken in dat gezellenhoes? De taak, dan moet ik eigenlijk denken. Ja, de zaak dat het allemaal fatsoenlijk leef. Hij zorgde voor inkomsten. En zorgde voor het eten, dat het eten dan niet in zodanig dat het wel binnenkwam naar het gezellenhuis toe. Dus moesten de mensen, bedrijven of boeren aflopen voor aardappelen en allerhande materialen voor te eten. Was hij ook een beetje letterlijk de hoesvader van het, ja, gezellenhoes? Dat blijkt naderhand wel. Dat wist de veer toen niet, want ik was 13 jaar. Dus dan lag ze dit nou over de taak van de huismeester. Maar als ik dat nog eens gevolgd heb en die lezen heb, dan was hij wel niet alleen huismeester, strenge huismeester, maar ook hij kon goed met de mensen opschieten. En het enige wat er nog was, hij was, nadat er al een tijdje hier was, kalde hij net zo goed Limburgs als Fries. Het ging hem heel goed af. Ja. Hij werd geassisteerd door een aantal zusters religieuzen,
van de Orde Sint Vincentius Apollo. Dat waren die zusters met die grote witte vlierkappen op. Men zei dat wel eens, de kijkers weten dat misschien nog, de vliegende nonnen, om het zo te zeggen. En die zorgden dus voor de keuken, voor het schoonhouden enzovoort. Strikt gescheiden natuurlijk van de mannelijke huisgenoten. De gezellen zelf hadden een eigen refter enzovoort. Maar hebben zeer verdienstelijk werk gedaan tegen een zeer lage vergoeding. Daarnaast was er dus burgerpersoneel dat ook in de keuken werkte en schoonhouden en onderhoud van het gebouw. En je had natuurlijk ook de geestelijke verzorging door de rector. Je hebt in de keuken gewerkt. Hè? Het was ook veel showwerk, begreep ik. Hè? Ja, absoluut. Wat moest je allemaal showen, vertellen? Ja, wat moest je met alles? Met kisten, appel, peren, erpen. We moesten met alles. Er was niks gevolgd. Zakken, die lag ze achter in hun dinges. En die moesten weer allemaal de kelder aan brengen. Ik kan me wel voorstellen dat je met kolen moest sjouwen. Ja, voor de vuur. Hè. Ja, wat een grote ding is. Wie laat begon je normaal met werken? Van half acht tot half acht. 12 uur al daar. Het gezellenhuis is, als ik me goed herinner, in 82 gesloten. In de laatste jaren had het natuurlijk na de mijnsluiting een hele andere functie gekregen. Wat is daarover te zeggen? Nou, na de mijnsluiting, toen nam eigenlijk de glorietijd ook voor het gezellenhuis af. Er kwamen vertrekken leeg te staan, dus de exploitatie werd niet meer lonend. Mensen zochten ook andere vormen van huisvesting. Er werden bijvoorbeeld in Nederland gebouwd veel huizen voor alleenstaanden. En ja, de bezetting van DSM inmiddels werd ook totaal anders. En dus werd het gezellenhuis helaas gesloten op 1 april 1982 en daarna afgebroken. Daar hebben toch plannen bestaan om er ook zogenaamde hardwoningen in te maken. Huisvesting alleenstaande tweepersoons huishoudens. Maar dat is ook niet doorgegaan. Bovendien lag het in de zogenaamde 500 meterzone, de veiligheidszone van DSM.